Lieve mensen, daar zitten we weer. Een soort déjà vu. Op 16 mei 2020 hebben wij met z'n allen een fantastische actie gehouden. Red het Polanentheater. We gingen voor 50.000 euro om ervoor te zorgen dat we van mei tot september zouden kunnen overleven. Immers, dan mogen we vast wel weer open. De actie bracht maar liefst 70.000 euro op. We waren ervan overtuigd dat we gered waren. En wat waren wij iedereen dankbaar. Maar helaas, we zijn nu 10 maanden verder en zijn alweer bijna 4 maanden gesloten. De bodem is in zicht. De aankomende maanden zien er niet rooskleurig uit. Bovendien krijgen we straks de maanden juli en augustus, de vakantiemaanden, waar nagenoeg niets verdiend gaat worden. Normaal bouwen we voor deze maanden een buffer op, maar jullie begrijpen het al, er valt niets te bufferen. Kortom, ons Polanentheater heeft net als wij allemaal een injectie nodig. Zo'n grote actie als toen kan je maar 1 keer doen. Maar samen met Guido en Bernd hebben we weer wat kleinere acties bedacht om ons theater in leven te houden. En natuurlijk hopen wij dat jullie weer bereid zijn om nog een keer aan een van deze acties mee te werken. Het bedrag dat wij nodig hebben om 1 september weer volledig aan de slag te kunnen gaan is 30.000 euro. Ja, ik weet het. Het is een hele hoop geld. Maar we zien ook het eind van de tunnel. Dus alsjeblieft steun ons, zodat we ervoor kunnen zorgen dat we vanaf 1 september weer met z'n allen gebruik kunnen maken van ons Polanentheater. Dankjewel. Dankjewel.